John, je bent al een tijdje aan boord. Toch denk ik dat het leven van jou nu daadwerkelijk anders is. Nu je ook gewoon onderdeel uitmaakt van de selectie en kan spelen. Ja, dat is een groot verschil met afgelopen seizoen. Je bent nu echt onderdeel van, van de selectie en kan ook wedstrijden spelen. Dus het heeft ook een andere benadering. Ja. Kun je daar een voorbeeld van geven van hoe anders het is en hoe je bijvoorbeeld de afgelopen maanden hebt beleefd? Ja, nou ja, goed, je zit nu in de voorbereiding, dus heb je minder met echte wedstrijdspanning te maken. Maar je wel natuurlijk dat je ergens naartoe werkt met de trainingen. Uiteindelijk, je oefent patronen in een training die tot uiting moeten komen in een wedstrijd. En daar ben je ook nu onderdeel van, dus dat is wel fijn. Je moet een plaats veroveren en dat was natuurlijk geen onderdeel van jouw spel in die laatste maanden. Nee, dat klopt. Het is druk. Het is druk op het middenveld, het is druk voorin. Maar wat dat betreft, dat heeft ADO ook uitgesproken. De concurrentiestrijd gaat omhoog. De lat wordt hoger gelegd. Dus wat dat betreft is het alleen maar goed dat er veel spelers zijn. Dus veel kwaliteit op het middenveld en voorin. Dus iedereen moet vechten voor zijn plek. En jij bent vechten wel gewend, toch? Ja, nou ja, goed, het hoort erbij. Ik bedoel, het is topsport en het gaat om presteren. En de beste spelen. Dus in de voorbereiding is het altijd het moment om te laten zien dat je er klaar voor bent. Meerdere posities inzetbaar, dat kan een sterkte zijn, maar ook een zwakte natuurlijk. Wat is de positie die je voorkeur heeft, maar waar richt je je eigenlijk nog meer op? Lastig te zeggen. Op dit moment is het denk ik nog te vroeg om daar echt een uitspraak over te doen. Maar mijn voorkeur ligt wel echt op het middenveld. Ik bemoei me graag met de opbouw, met het spel verleggen. Maar er ligt ook natuurlijk gewoon een mogelijkheid aan de linkerflank. Heb ik ook in het verleden regelmatig gespeeld. En ook dat ben ik niet verleerd. Dus ik sta er nu een beetje in. Ik ga voor het middenveld. Maar als de trainer op een gegeven moment zegt van ja, je bent ergens anders nodig. Ja, wie ben ik om dan nee te zeggen? Je hebt lang alleen getraind. Hè? Komt er dan ook nu een ander ritme kijken? Moet je daar toch ook wel aan wennen? Ja, het is niet te vergelijken als je alleen traint of met een team. Dat is veel meer, veel intensiever en krijg je heel veel duels. Dus dat verschil is wel enorm nog, hoor. Je bent een gelouterde prof. Hè? Wat vinden profs nou eigenlijk van trainingskampen? Want ik bedoel, hier schijnt de zon, het lijkt allemaal lekker. Maar het is natuurlijk eigenlijk altijd hetzelfde. Ja, het is een beetje eentonig allemaal. En naarmate de tijd vordert, raak je er wel een beetje gewend aan. Anderzijds, het is ook wel weer leuk om met die gasten toch wel een hele dag door te brengen. Alleen wat dat betreft is 5 dagen wel zat. Hoor. Dan is het wel weer leuk om naar huis te gaan ook. Wat is het meest opvallende wat wij mogen weten wat jij in je koffer hebt meegenomen naar dit trainingskamp? Jezus. Nee, die niet. Maar een boek misschien of een foto van je vrouw? Nee, ik ben wel een lezer. Ik vind lezen leuk. Ik heb het boek Legacy heb ik meegenomen. Gaat van de All Blacks van Nieuw-Zeeland. En dat gaat eigenlijk over topsport. En ik vind het heel erg interessant. Dus daar steek ik wel regelmatig wat tijd in als ik op mijn kamer ben. Met wie lig je op de kamer? Met Lexi. Dat is niet ongezellig, denk ik. Sexy Lexi, hè? Dat is altijd gezellig. Heeft hij je spullen al verstopt? Nee. Hij is rustiger geworden. Hij is wat rustiger, ja.